Met de tijd mee is zoeken naar liefde compleet veranderd. Waarbij je vroeger misschien naar de kroeg ging om je geliefde te vinden, kan je tegenwoordig meedoen aan verschillende programma's die het voor jou doen. Waarbij je onder andere hebt Lang Leven de Liefde, zo heb je bijvoorbeeld ook First Dates. Vandaag gaan wij kijken naar een First Dates Classic genaamd Ik heb een tattoo van Famke Louise, First Dates Classic, NPO 3 TV. Nou ben ik natuurlijk de complete tegenpool van een luisteraar van Famke Louise. Daarom leek het mij juist interessant om te kijken naar iemand die dusdanig hoot op de botel is van Famke Louise, die dan ook nog eens meedoet aan een programma zoals First Dates. Dit is Thomas en hij hoopt vurig dat zijn date dezelfde muzieksmaak heeft. Ik hou heel erg van Famke Louise. Ja, dat is echt mijn nummer 1 artiest. Daar luister ik eigenlijk vrijwel alleen maar naar, want haar muziek is gewoon geweldig. En daar is helemaal niks mis mee, hè? Kijk, als jouw smaak niet overeenkomt met die van Thomas, dat maakt totaal niet uit. Maar dit is wel een beetje de grens opzoeken, weet je. Als je wilt dat je soulmate ook helemaal hotel de botel is van Famke Louise, dan kan je volgens mij al heel wat mensen afschrappen. Ze is populair. Ze heeft veel luisteraars. Maar de gradatie waarop hij fan is, zou je niet overal tegenkomen. Mag ik een glaasje Prosecco? Tuurlijk. Yes, lekker. Hebben jullie ook shotjes voor zometeen? Ja, zeker. Is dat een goed teken? Is dat een goed teken? Wil je shotjes op je first date hebben? Wil je kacheltje worden op je first date? Is dat een teken dat het goed gaat of is dat een teken dat het slecht gaat? Ja, oordeel zelf. Wat vind je verder leuk? Wat zijn je interesses? Gewoon lekker naar het terras gaan, leuke dingen doen met vriendinnen. Ja. Spelletjes, wijn drinken. Goeie ogen heeft die vent, zeg. Ik heb dit programma eigenlijk nooit gekeken. Die doordringende blik van die barman. No! En die piercende blauwe ogen. En zo, dan voel je je flink op de spot gezet. Verder vind ik Famke Louise ook wel leuk. Groot fan? Ja. Ja? Ja, ja, super grote fan. Hoe ver gaat dat? Tattoo ver gaat het wel. Serieus? Ja. Sick. Ja. Ja, het gaat wel echt ver. Oh, dat valt nog mee. Ik zat bijna zeg maar te doemdenken voor hem dat hij echt zo'n hele plakkaat van haar gezicht op zijn arm had of zoiets. Ja, dit valt nog reuze mee. Dit kan je. Mocht ooit dat fan-eigenschap van hem verdwijnen, dan kan hij het nog altijd verbloemen onder iets anders. Dat zal vast wel een of andere synoniem voor FL zijn. Of een afkorting voor FL iets zijn. Ja, dat komt wel goed. Famke Louise herkent me wel. Ik heb ook toen de tijd tattoos van haar gezet. En daardoor wisten wij eigenlijk wie ik was. Wacht, tattoos? Hij zegt meervoud. Hij heeft meer? Heb u meer tattoos, Thomas? Of vioolspelen nou heel grappig is, valt nog maar te bezien. Maar sociaal is Jelte zeker. Dat is ook wel echt een tegenpol. Doen ze dit expres? Een violist en een Famke Louise fanatiekeling. Dat doen ze expres. Dat moet wel. Dat moet wel. Dat doen ze expres. Hoi, ik ben Thomas. Aangenaam. Yes. Hebben jullie dat ook altijd, zeg maar, dat als je jezelf introduceert aan iemand en diegene zegt zijn of haar naam ook en dan echt zo van, eigenlijk, je hebt niet goed geluisterd. Dus dan zit je, wat was haar naam ook alweer? En dat je eigenlijk gewoon niet durft te vragen van, sorry, dat verstond ik niet. En dat je dan later in het gesprek van, hey man, wil jij nog iets te drinken? Of, wat was je naam ook weer? Oh, de schaamte. Ik vind het wel een gekke ervaring zo. Ja, dat snap ik. Ja. Ik kan niet weten met wie je op date gaat zijn. Ja, precies. Maar Ik moet sowieso zeggen, ik vind het wel, ik heb er wel bijzonder respect voor dat ze dit wel gewoon op tv willen doen. Met camera erop en zo. Indien er geen andere intentie is, zoals bekend worden of zo. Wat je eigenlijk voornamelijk ziet bij die Temptation Island figuren. Van ja, ik wil bekend worden. Stop alle lullen in mijn oor. Nee, ik weet niet. Kan ik hier heel wat respect voor hebben? Vind ik gedurfd. Zullen we ook een shotje nemen? Nou, ik moet nog wel terugrijden. Oh. Maar op zich, dat kan wel. Dat vind ik wel een goed plan. Ik hoop toch zozeer dat die staande wordt gehouden. Dus meneer, waar komt u vandaan? Wat heeft u iets gedronken? Ik heb 5 dropshots genomen met een gozer met een Famke Louise tato. Dankjewel. Als u. Hierna moet ik wel aan de spa rood hoor.
Dat is oké, hoor. Ja. Ja, dat komt goed. Don't worry. Dankjewel. Als die. Als het nou heel gezellig is, laat je de auto gewoon staan. Ja, is er, ik weet niet of dat er is. Die guy zegt wel, dan laat je gewoon je auto staan. Hebben ze niet een soort, mocht het echt subliem gaan? Is er niet een soort first date hotel? Het is gewoon even een kamertje en dat ze het laten lopen zoals het kan lopen. Ik bedoel, dat is niet onbekend om op de eerste date te funselen. Ja, houdt ook wel van muziek? Ja, ik hou erg van Femke Louise. Oké. Okay. Ik weet niet wat jij van Femke Louise vindt. Dat is wel echt een bomdrop, hoor. Dat is wel gewoon van, dit is het. En ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord, want nu ga je eigenlijk krijgen dat er twee soorten mensen op de wereld zijn. Mensen die naar Famke Louise luisteren en mensen die dat niet doen. En er zit niet echt een tussenweg in of zo. Ja, weet ik niet. Ik vind Famke Louise vreselijk. En hij probeert het nog te verbloemen. Ik heb er helemaal niks mee. Ja, ik luister niet per se naar haar muziek. En ik vind haar zelf ook niet per se heel tenderend of zo. Wanneer is dit opgenomen? Ik wil weten wanneer, zeg maar, want dit is een classic. Dus zeg maar een hoogtepunt geweest. Ik zou graag willen weten wanneer deze aflevering oorspronkelijk uit is gekomen. Of wanneer die op is genomen. En of dat voor Free the Pipo was of na Free the Pipo? Ik luister bijvoorbeeld heel veel naar Ariana en daar zijn ook heel veel meningen over. Ben je wel eens bij concerten geweest? Ja, ik ben toen op mijn 18e verjaardag was zij in Amsterdam. Ja? En toen ben ik daar geweest. Dat was de enige keer dat ik haar live heb gezien. Dus we hebben een groot fanatiekeling van Ariana Grande, verneem ik. En eentje van Famke Louise. Ik bedoel, ik wilde eigenlijk zeggen, dat zijn dezelfde type personen. Maar dat is eigenlijk gewoon totaal niet het geval. Want de een kan echt verbaasdringwekkend goed zingen. En de ander doet niet meer mee. Zo flauw, zo makkelijk ook. Ik ben wel benieuwd. Heb je zeg maar een beetje een goede horror story van een dateverhaal, zeg maar? Dat je ooit een keer iemand hebt gedate, dat je bij jezelf echt denkt, oh, dit is mijn slechtste ervaring ever. Ja, ik ging op date met zo'n gozer en die vond Famke Louise helemaal niks. Nou, ik heb een keer met iemand gedate en dat was wel echt een slechte, want hij keek me gewoon de hele tijd zo aan. Ejo. En hij bleef maar kijken, hè. Toen gingen we ook gewoon even nog ergens wat drinken en zeg maar toen we ook liepen, hij liep er helemaal zo. En hij bleef me maar aankijken. Hmm, dat valt nog wel mee. Die heeft aan de ketamine gezeten, man. Moet wel. Of die had zo'n tip gekregen van bewaar oogcontact. En uiteindelijk is hij daar in doorgeklikt en was het alleen maar. Ja, weet je, niet subtiel. Nee, ongemakkelijk. Jij hebt denk ik wel wat ergs meegemaakt. Mijn ex had mij gedumpt. Ik was zeg maar 's avonds bij hem. Het was er nog niks aan de hand. Toen had ik zijn oma ontmoet. Die avond gingen we gourmetten met de hele fam. Het was heel gezellig. Ja. Toen bleef ik daar slapen. En het is zeg maar 2,5 uur heen, 2,5 uur terug. Dat was heel ver. Toen werd ik 's ochtends wakker. En toen zei hij, ik ben niet meer verliefd. Alleen op die dag dat hij het uitmaakte, was er een sneeuwstorm in Nederland. Dus je kon niet weg. Dus alle treinen waren gecanceld. Alle bussen reden niet. En met de auto kon je daar ook echt voor geen mogelijkheid kwam je daar weg. Die guy moet echt aan zijn tijd. Die guy moet echt aan zijn timing werken. Maar het ding is, ik ben dus nu op vakantie. Eigenlijk. Met mijn beste vriendin en haar vriend. Oh, gezellig. Bij de kust in Den Helder, zeg maar. Alleen, ik ga dus even tussendoor op een date. Gezellig. Ja. Maar het ding is dus, we zitten op een camping en ik heb dus eigenlijk echt best wel een hekel aan campings. Dat snap ik. Dan ga je zeg maar met je slippers en zo'n handdoekje, ga je dan naar die douches toe waar iedereen dan vieze haren en Maar waarom ga je dan naar een camping? Ja, het is een staancaravan. Het is van haar opa en oma, dus ze betalen er niks voor. Dus dat is gewoon dat wel heel wel chill. Ja, maar vervolgens zit je te kokken als je naar de douche toe gaat. Tegenstrijdig, had dan gewoon even iets betaald, zodat je een normale douche hebt. De gok. Volgens mij is nu zeg maar de conclusie dat ze een soort review geven over de date. En of er een vervolg aan zit te komen. Ik denk
dat Thomas, de linkerjongen, nee zegt. En ik denk dat Jelte wel ja zou zeggen voor een vervolg. Maar ja, aangezien er één nee is, komt er geen vervolg. Dat is mijn gok. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Dat is echt wel snacht. Yeah. Dat je zit van, nou, betaal maar. Ik betaal hem wel. Nee, ik wil ook wel betalen, hoor. Ja, gewoon 50-50. Oeh, dat is wel een interessante, want het stereotype is toch een beetje de man betaalt de rekening. Maar ja, aangezien we hier met twee jonge mannen te maken hebben, dan moet je sowieso altijd splitten. Dat is de regel. Je moet altijd splitten. Moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Ja. Jij mag het eerst zeggen. Ja, het lijkt mij wel gezellig. Oh, joh. Ja, mij ook wel. Zo, jongens. Yes. Zijn jullie eruit? Ja. 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 Je bent het niet mee eens? Nee, hij was ik al voor. Ik zie het aan je. Nee, hij ja. was al voor. Ja, hartstikke goed, toch? Ja, maar het is... Oh, dat is wel een beetje misleidend van de programmamakers. Want je wordt zo aan één kant op gestuurd van... Ja, nee, hij moet... Van Famke Louise houden, anders is het een no-go. En uiteindelijk gewoon een tweede date. En dan zit je echt van, ja, maar wat de fuck, hè? Je hebt me een kant op gestuurd en je stuurt me naar rechts en vervolgens ga je naar links toe. Ja, gewoon leuk. Gewoon leuk. Leuke interactie tussen die guys. Doen ze leuk. Denk jij van, nou Don, hè? Dit was best wel geinig. Mag je nog wel een keertje doen? Laat het dan gerust even weten. Voor de rest zijn er twee video's naast mij. Maak er vooral gebruik van. Dan zie ik je graag de volgende keer weer. Tot ziens.